kijken nu. ICMP. Dus hoe we op de firewall ICMP kunnen instellen. Misschien beginnen met iemand die naar de server pingt van mij. Op 2.2.2.2 als adres. En die gaat vanuit internet eens zien of mijn server reageert op een ping. Dat is een client met adres 1111. Dus hier gaat het protocol ICMP gebruikt worden. Ik ga nog steeds moeten zeggen of dat in-out is. Source port meegeven. Destination port. Een source IP. En een destination IP. En een status. Dat kan ook. Goed, dus stel dat iemand vanuit het internet een ping gaat doen naar de server. Een ping, dat is een ICMP echo request. Dat is het eerste bericht, dus dat betekent, als ik dat ga toelaten, gaat hij zeggen, 1, ik ga definiëren dat het protocol ICMP binnenkomt. Dat komt binnen bij mijn firewall in. Ja, poorten zijn er niet echt bij ICMP. Die hebben wel een nummer, dus een echo request. Of soms kan je de naam meegeven. Echo request, die heeft nummer 8, dacht ik, in het protocol. En dan source moet je ook meegeven, 1111. Destination is de mijn server op 2222. En de status, dit is een nieuwe verbinding. Dus normaal antwoordt de server, noemen ze ook wel eens de pong, het antwoord op de ping. Dus uitgaand gaat mijn server ook weer met ICMP uitgaand een ICMP echo reply geven. Nummer 0 dacht ik. 2.2.2.2.1.1.1.1. En die status die heeft hij al vastgelegd in de tabel, dus die is eigenlijk established, staat al in zijn status tabel. Dus dat is een ping naar mijn server. Dus wat ook kan, is dan andersom. Mijn server wil ook naar buiten pingen. Dus dit kan je soms verbieden, dat er niemand kan pingen naar je server. Er gebeurt wel meer. Lekker anoniem blijven. Maar kan ook mijn server, die mag naar buiten pingen. Dus dan heb je uitgaand, dat is eigenlijk een ander soort regel. Hè. Dus dan wil ik met de eerste regel, is de client stuurt een ping. Ping. En nu ga ik de server stuurt een ping doen. Dus dan ga ik hier een uitgaand bericht hebben. Ik zal terug met 1 beginnen. 1, mijn server stuurt een ICMP bericht naar buiten. Dat is een echo request. En mijn server heeft adres 222. En hij stuurt naar 1111. Een nieuw bericht. Dus dan antwoordt hij. Als hij zelf natuurlijk geen vervelende firewall heeft, antwoordt hij met een ICMP bericht. Oeps, terug naar de server. Dat is inkomend voor mijn firewall.
stuurt een echo reply. Komt vanuit de client en dat gaat naar mijn server. Dat is een established verbinding, aangezien dat de aanvraag al geweest is voor ICMP. Wat dat je soms ook hierbij ziet staan, als ICMP, als je dat zonder de echo reply definieert, dat betekent dat je dan eigenlijk niet zo strikt gaat zijn, hè, dus geen echo reply, dus enkel alles van ICMP zou toelaten, dan kun, zie je hier dikwijls ook related bij staan. En was, waarom doen ze dat? Een related ICMP bericht, dat kan zijn dat mijn server bijvoorbeeld zelf heeft geprobeerd van een connectie te leggen. Zeg maar iets, een HTTP connectie. Gebeurt daar iets fout met die connectie, dan gaat er ook een ICMP bericht terugkomen. Dat is een related bericht. Dus dat heeft te maken met een of andere connectie van de server. Dat betekent dat uw server, als er hier related bij staat, en je veralgemeent dat, dat die nog altijd wel foutberichten kan krijgen, wat dat ook wel een handige optie is. Dus hier is niet zo slecht van zelf wat er binnenkomt bij de server, van dat te blokkeren, een ping bijvoorbeeld te gaan denyen, te verbieden, maar hier kan je bijvoorbeeld de related wel toelaten. Dat is een mogelijkheid hier. Dus dat is voor ICMP.